Een paar weken na de IFA in Berlijn hebben we altijd gewoon hier bij Sony eventjes de laatste nieuwe dingen. We gaan kijken naar de nieuwste schermen en vooral vergelijken met Samsung waarom deze nu beter zijn. Ik heb een mini projector, ik heb de laatste telefoons, ik heb op een gegeven moment hier heb ik de vlogs, de vlogcamera's, hoe goed die zijn, niet zo geweldig. En we hebben ook gewoon hele mooie audio. De koptelefoons van Sony zijn nu op dit ogenblik geweldig bezig, überhaupt veel met geluid. En we eindigen met een hele leuke en dat is een lamp in combinatie met een speaker. En daar is iedereen helemaal gek van. Kost 600 euro. Nou, heel veel leuke gadgets in de komende 10 minuten. Geniet ervan. Hier zien we Sony. En hier zien we de concurrentie. En dan zie je dat alles gewoon veel soepeler loopt bij de Sony. Oké, dit is een LCD met een hoge grote... Met een goede hoek. Ook weer de demo. De Samsung aan de ene kant. 4K en een Sony 4K. Kijk hoe mooi die kleuren zijn. Kijk hoe smooth het is. En hoe stotterend het hier is. Dat is dus ook de demo. Eigenlijk voor een televisie om te verwerken. Laat zien. Veel verticale patroon. Dan gaan we zeker zien dat iedere processor dit aan kan. Dus als de motion interpolatie hier fouten maakt, dan zul je dat ook direct zien. Nou, we zien geen enkele fout hier. Echt. Voor iedereen is het moeilijk, maar inderdaad veel bewegende punten. Nou, nog even een demootje. We hebben hier gewoon hier deze subwoofer. 320 watt, 260 euro, inclusief een draadloze woofer. Nou, eens even horen of dat overkomt. Is een film voor mijn zoon. En dit geluid is wel heel veel beter dan die tv. €260. Een hoop herrie voor €260. En we hebben weer een nieuwe afkorting. Dolby Atmos, wat erin zit. Cool. Dan wil je liever iets anders hebben. Nu zul jij ook een auto over... Nou, is leuk. Oké, als je nou echt gewoon helemaal gestoord wil zijn, dan koop je gewoon weer een heerlijke OLED. En deze is 65 inch, mooi bright colors, geweldige kijkhoek. Je kunt allemaal links, rechts. Maar wat ik het leukste vind, de Chromecast is built-in, de Google Assistant. Je kunt er tegen praten, hij doet alles, er zit Android in. En dit kost dan ongeveer €4000 als het uitkomt. De vorige versie kost €4000, de prijs is nog niet bekend. Maar vooral de user interface van dit ding. Maar het beeld is ook gewoon niet onaardig. Goed, als je LED wil hebben, dit is van full LED met een hele mooie bright LED backlight. En die kost dan nu de oude versie €2000. En de nieuwe versie zal daar ook in de buurt zitten. En dan heb je de mid-range, en dat is gewoon LED. Ook weer met audio erbij en dan zit je op 1500. En dat is 65 inch, zeg maar. 55 inch. En deze twee zijn dan 55 inch. En deze hebben natuurlijk ook gewoon Google Home, Built-in, Assistant, Chrome, etc. En ook voor Apple. Kunnen ze gewoon meteen erheen streamen. En wil je dan iets goedkoops onder de 1000, dan krijg je de XG70. Die is geen Android TV, heeft ook geen Google Home. Maar je kunt wel natuurlijk Netflix doen. En ook een mooi beeld.